Namaste. Mijn naam is Chandra van Sattva Healing en ik wil jullie iets gaan vertellen vandaag over vertrouwen. Vertrouwen is een belangrijk iets wat je nodig hebt in jezelf en in verbindingen met anderen. Hoe kan je echt een verbinding met mensen aangaan op het moment als je de ander niet vertrouwt? Hoe kun jij een verbinding aangaan met jezelf als jij jezelf niet vertrouwt? Vertrouwen is echt een onderwerp waar ook iedereen mee te maken heeft. Mensen verbinden zich met anderen. Aan de ene kant om leuke contacten op te doen. Aan de andere kant omdat er een bepaalde klik is en daardoor dingen besproken kunnen worden. En door dat vertrouwen ontstaat er een verbinding en een band waardoor mensen zich openstellen en eigenlijk gewoon meer delen met elkaar. Op het moment als je iemand niet vertrouwt, dan ben je daar ook veel minder open naar. Dat is waarschijnlijk ook gewoon de functie, hè, die we hebben innerlijk. We hoeven ons niet met alles en iedereen te verbinden. Er zijn gewoon bepaalde mensen met wie wij bepaalde processen uitwerken, bij wie we ons fijn voelen. En bij elk persoon ervaren we een andere verbinding. Maar is het niet mooi als je waar je ook bent en met wie je ook bent, zoveel vertrouwen in jezelf voelt, dat het niet uit zou maken wie je eigenlijk tegenover je hebt staan, maar dat je gewoon jezelf kan zijn? Dat is wat zelfvertrouwen doet. Wat ik zelf heb gemerkt in mijn eigen leven en ook in het leven van andere mensen, dus hoe mensen zich opstellen en hoe gedrag verandert, dat heeft er vaak mee te maken dat op het moment dat als mensen zichzelf of een situatie anders hebben ingeschat, dat ze daardoor geneigd zijn om zichzelf terug te trekken, te twijfelen aan zichzelf, van hoe kon het eigenlijk dat ik een verkeerde keuze heb gemaakt of een persoon heb vertrouwd die achteraf gezien helemaal niet zo betrouwbaar bleek te zijn. Op het moment als mensen dat soort vragen hebben naar zichzelf toe, valt het me op dat ze dan ook wat geslotener worden naar de buitenwereld en er daardoor moeite mee hebben om zich te verbinden met andere mensen, of eerst een soort screening gaan doen van wie hebben we nu voor ons, de kat uit de boom kijken. Zelfvertrouwen wordt aangetast op het moment als we twijfelen aan onszelf. We zijn heel erg geneigd als mens om vertrouwen te schenken. Maar op het moment als daar de grenzen zijn geraakt, en het is vaker voorgekomen, hoe kan je dan als mens weer vertrouwen? Ik heb zelf in mijn leven ook wel meegemaakt, en dat zie ik ook wel om me heen, hè, dat we mensen ontmoeten. Hè. Mens is mens. We hebben allemaal onze eigenaardigheden. We hebben af en toe ook wel eens toezeggingen gedaan die niet helemaal kloppen. Of dat wij wel toezeggingen wouden honoreren, maar dat niet lukte op de een of andere manier. Of op een bepaalde manier intenties hebben gezet om dingen te doen. Of dingen beloven en dan op de een of andere manier dat niet na kunnen komen, omdat er iets tussen is gekomen. Dat zorgt er eigenlijk al automatisch voor, hè? Dat als wij iets niet doen wat wij toegezegd hebben, dat mensen geneigd zijn om dan te denken van oké, maar dat is met het werkgever is ook zo, dat is eigenlijk overal zo. Op het moment als jij iets zegt en je doet het niet, dan gaat het een beetje ten koste van jouw geloofwaardigheid. En hoe vaker je zoiets doet, op een gegeven moment
ben je niet meer geloofwaardig voor de ander. En zal de ander zoiets hebben van, goh, wat is eigenlijk de reden dat je van allerlei dingen toezegt? En op het moment als jij dan weer iets toe zou zeggen, ja, dan is het vertrouwen er niet meer dat je dat zou doen. Omdat je daar ook echt iets mee doet. Mensen worden dan wat sceptischer. En dat is heel jammer. Namaste, mijn naam is Chandra van Sattva Healing en dit is deel 2 van de vlog over vertrouwen. Ik had het in de vorige vlog erover dat dingen toezeggen en dat niet nakomen ten koste gaat van je geloofwaardigheid ten opzichte van anderen. En dat het ook wel iets is waardoor andere mensen heel erg sceptisch naar je toe kunnen reageren of gewoon geen vertrouwen meer in je hebben. Vaak is het zo dat de buitenwereld een spiegel is van je innerlijk. Op het moment dat jij elke keer mensen tegenkomt die bepaalde geloften doen, bepaalde toezeggingen maken en ze niet nakomen, ga dan eens ook bij jezelf te raden van, goh, heb ik dit gedrag zelf vroeger ook vertoond? Is mij dit overkomen of heb ik dit onbewust bij anderen gedaan? En daardoor kun je de situatie in de buitenwereld veranderen en transformeren. Het is de bedoeling om vanuit nog meer zelfvertrouwen in je eigen kracht te staan. En dat doe je door niet als een slachtoffer in het leven te staan, hè? Van oh, dit is mij weer overkomen en ik heb die mensen weer ontmoet en oh, wat hebben ze me aangedaan, want dit is mij overkomen en dat is me overkomen. Ja, zo is het leven nu eenmaal. We trekken nu eenmaal situaties aan. Op het moment als jij er iets uit kan halen voor jezelf en als je er iets van kan leren, dan hoeft het helemaal niet zo'n vervelende situatie te zijn, omdat je er dan iets uit hebt gehaald. Dus dan weer een stuk gegroeid bent en dat geeft vervolgens weer extra motivatie en nog meer stevigheid in jezelf. Van goh, ik heb deze problemen gehad, ik heb dit en dit overwonnen in mezelf en nu mag ik er staan. Ik weet wie ik ben, ik weet waar ik voor sta en ik weet wat ik wil in mijn leven. En daardoor voel je je steeds krachtiger neergezet in jezelf en dat straalt zelfvertrouwen uit. Zelfvertrouwen betekent niet dat je aan het pochen gaat om te laten zien hoe goed je wel niet bent. Zelfvertrouwen heeft er alles mee te maken dat ondanks het feit wat er gebeurt in je leven, hè, of teleurstellingen of dingen waar je mee mag handelen, dat je ondanks dat een oervertrouwen in jezelf voelt, waardoor je beseft, voelt en weet van, hey, bring it on. Laat maar zien wat het leven te brengen heeft. Ook al maak ik fouten, ik mag fouten maken, want ik ben mens. Ook al zijn er dingen waar ik nog aan mag werken, ook dat mag er nog zijn. Maar ik ben wie ik ben. Ik ben die ik ben. Ik mag groeien in het leven. Ik mag volledig mens zijn. Mens zijn betekent dat je aldoende leert in het leven en dat je jezelf accepteert op het moment als je je niet zo prettig voelt, hè, of als je verdrietig bent, of op het moment als je een beetje teleurgesteld bent in jezelf, mag allemaal. Maar dat je ook sowieso dat stukje zelfliefde in jezelf voelt van, hey, weet je, ik heb mijn best gedaan, ik doe niet anders dan mijn best en ik sta hier in het leven. En mensen mogen mij accepteren zoals ik ben. En als ze dat niet kunnen, dan zegt dat iets over henzelf. Zolang jij voor jezelf weet dat je op een respectvolle manier met anderen omgaat, dat je je eigen leven en je levenspad vertrouwt waar het jou ook nog naartoe mag brengen, en dat je ook vertrouwt op het universum dat alles gaat zoals de bedoeling is. Is en dat al het goede een reden heeft. He, soms dan lijken bepaalde dingen niet echt goed voor ons te zijn, he, omdat we bijvoorbeeld uit elkaar gaan of
We moeten noodgedwongen verhuizen. Dat kunnen uiterlijke omstandigheden zijn die eigenlijk het gevoel geven van onmacht en onzekerheid. Hè? Want het is anders dan hoe we dat in ons hoofd hadden gezien en hoe we het voor ons zagen. Het is heel goed om een visie te hebben en te weten van, hey, ik ga verder, ik weet waar ik naartoe wil, dit is wat ik in mijn leven wil. Maar wat nog belangrijker is, is het hier en nu. Het accepteren van jezelf, waar je nu bent. Het evalueren van, goh, wat is er eigenlijk gebeurd? Hoe sta ik er zelf in? Als het vervelende dingen zijn, accepteer die momenten ook. Ga niet wegdrinken of wegrennen en denken van, oh, dat doet me toch niks. Want dan krop je het op en het blijft je dan achtervolgen. Je blijft daardoor onbewust geblokkeerd en stilstaan op emotioneel gebied. Met als resultaat dat je daardoor dezelfde soort situaties en mensen aantrekt. Zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen betekent ook dat je open blijft staan voor je gevoelens. Open blijft staan voor jezelf. Nou, en soms is het natuurlijk ook zo, hè, van soms dan blijf je mensen op je pad ontmoeten die elke keer de toezeggingen doen, maar gewoon daar niks mee kunnen of niks mee willen. Of nou ja, goed, hè, dat is dan op een gegeven moment hun proces. Maar op het moment dat jij het gevoel hebt van, goh, ik heb iemand al zoveel kansen gegeven en het vertrouwen is er niet. En je hebt voor jezelf er de les uitgehaald van, goh, wat is het nou eigenlijk wat deze persoon in mijn leven heeft gebracht? Nou, neem dan vanuit rust afscheid van elkaar en laat elkaar los. En op andere momenten kan het ook heel goed zo zijn, hè, of in andere situaties, dat desbetreffende persoon nou ja, zoveel in zijn of haar rugzak had. En ook daadwerkelijk beseft dat er ook een omschakeling nodig is. Dat vertrouwen, hè, dat je die persoon een nieuwe kans geeft. Maar nieuwe kans geven betekent wel dat de persoon aan wie je dat vertrouwen weer geeft. Dus op het moment dat jij de keuze maakt van oké, ik wil mijn gevoel vertrouwen en ik geef die ander weer mijn hand. En we lopen weer een paar stappen samen. Dat je er dan vanuit de open hart vertrouwt dat die ander jouw hand pakt. En daar op een nette manier mee omgaat. En dat je dan de problemen die je eerder ervaarde, dat er dan niet meer is. Hè? Mensen kunnen ook veranderen. Maar het is aan jouzelf om je grens daarin aan te geven en duidelijk te maken wat jij belangrijk vindt. En het is aan de ander om te laten zien en te bewijzen dat het anders zal zijn dan hoe het eerder ging. Dit zijn de onderwerpen die toch altijd wel een uitdaging zijn. Ik ben heel benieuwd naar jouw verhaal. Mocht het zo zijn dat je mensen kent, nou ja, die hier iets aan hebben, deel het filmpje. Voel je vrij om te delen, te reageren, te liken. En voor nu wens ik je een heel fijn weekend. Namaste.